Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ja, het is vandaag weer zondag. Het is vandaag wel te verstaan. 22 september en we leven om 7 minuten over 1. En wie is er vandaag jarig? Ja, ja, hij is nog niet in beeld, want hij is buiten. Onze meneertje Frodo, de lampenkap. Ja. Ja, en zoals jullie zien sta ik stil en dat vlak bij de ballonnen. Zien jullie dat? Ja, ja. Maar er zit nog eentje stil hoor. Dat is onze Jan. Ja, ik zit nog even stil. Ja. We zitten aan een tafeltje. Ja. Jan met de kastjes en ik met een wijntje. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ja, het is vandaag weer zondag. Het is vandaag wel te verstaan. 22 september. En we leven om 7 minuten over 1. En wie is er vandaag jarig? Ja, ja. Hij is nog niet in beeld, want hij is buiten. Onze meneertje Frodo, de lampenkap. Ja, die is vandaag jarig en hij is alweer 13 jaar geworden. De tijd gaat hard. Ja. En wie is er hier ook nog? Ja, ook goedemiddag iedereen. Ik ben er ook nog. Ik ben gisteren gekomen, dus het was een leuke dag. Met eten en zo. Maar ja, dat hebben ze gezien. Ja, dat hebben ze gezien, maar goed, ik vertel het al even. Dus dat ik er ook ben. Vanavond ga ik ook weer de hort op met de treinen en bus. Ja, en ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen wat ik van Karen en Roderick heb gehad. Maar ik heb een hele mooie plant gehad. Ja, die laat ik jullie even zien. Kijk, een blauwe orchidee. Ik heb zelf nog nooit een blauwe gezien. Wel wit, rood en roze. Maar blauw, nee. Dus dat ding heeft een verfbadje gehad qua kweken. Ja, ik vind hem heel bijzonder. Dat is prachtig. Dus, nou, er zit er hier eentje te miauwen en te mekkeren. En te doen, die wil eten. En daar is die jarige Job. Hé, daar is die jarige Job. Ja. Hé, hoera, hè? Ja. Vrolijke jarig. Hiep de hiep, hoera. Hiep de piep, hoera. Hé? Ja, hiep de piep, hoera. Ik krijg straks wat lekkers. Oeh, ja. Ik zal er, oh, er komt kan over ook weer aan. Kom maar binnen, meneer. Dan kan die deur weer dicht. Want het is wel mooi weer, maar ik wil de warmte in huis houden. Dan hoef ik vanavond de kachel niet aan. Kom maar. Ja. Loop ik eens door. Ik kan nou niet door, hè? Nee. Jullie willen eten. Hoe kan ik zo eten maken? Eten. Zo. Eten maken, hè? Ja, dat gaat wel eten. Ja. Nou ja, en koffie maken. Ja, een broodje. En een broodje maken. Ik heb een broodje bij me. Hij heeft een broodje bij hem, maar mijn brood is niet goed genoeg voor hem. Niks. Pot, denk je. Ja, dat van de koop, van ja. Sibyl gedaan is. Ja, Sibyl die ken ik heel erg goed van vroeger. Dus. Uit Friesland, toen bestond internet nog niet eens. En toen heb ik in Sneek gewoond en toen was deze baas van deze winkel. Was toen ook baas van Poymar. Bestaat dat trouwens nog, ja, Poymar? Nee, denk ik niet. Weet ik niet. Overgenomen door Jumbo. Ja. En die was toen in Sneek en daar was hij toen zetbaas van. Ja, dus die man die ken ik ook heel erg goed en hij zit nou in Emmeloord. Emmeloord, het was eerst de C1000 en nu is het de Toog geworden. Oké. Okay. Hebben we niet onder de Jumbo. We maken reclame, maar we worden er niet voor betaald. Nee, helaas niet. Nee. Was het maar waar. Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie mooie, zonnige... Zondag. En doe wat je niet later kan als je maar lief bent voor elkaar. Ja, dat is al. Ik zeg het tot later.
jas ook niet aan. Ja, lieve vrienden, wij gaan er met z'n tweeën er gezellig even vandoor. Ja, 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 ja. Dat moet ook even gebeuren. We gaan eventjes een frisse neus halen. Ja. En kijken of we wat leuk zien in dat filmen. Vinden we niks. Filmen we ook niet. Nee. Maar deze camera gaat mee. Mijn mobiel gaat mee. Gaat altijd mee. Dus we zullen het beleven. Ik zou zeggen, geniet van je leven. Tot later. Bedankt. Ja, en zoals jullie zien sta ik stil. En dat vlak bij de ballonnen. Zien jullie dat? Ja, ja. Maar er zit nog eentje stil hoor. Dat is onze Jan. Ja, ik zit ook even stil. We zitten aan een tafeltje. Ja. Jan met de kastjes en ik met een wijntje. Ja. We hebben even een terrasje gepikt. Ja. Bij Eetsalon. De snackcounter. Ja, ik ga niet naar links, want daar zitten mensen. Dus ja, dat kan je niet doen. En achter mij zitten de ballonnen. Altijd leuk. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En ik hoop dat ik deze vlog. Ja, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, 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 ja. En ik haalde net reclame uit de brievenbus. En Jan die haalt het uit de plastic. Ja. Al plastic weer weg, ja. Ja. En we hebben even wat boodschapjes gedaan, zowel Jan, zowel ik. En, rondje... en dat zit in één tas. En een rondje door de... Ja, voor Jan en voor mij. Ja. Dus wat voor Jan is, dat neemt hij mee naar Emmeloord. We hebben even een rondje gaan lopen door de stad heen. Oh ja, jij hebt gelopen, ik heb gereden. Jij hebt een rondje gereden, ik heb een rondje gelopen. En we hebben een terrasje gepikt en dat hebben jullie gezien. Ja. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, we gaan nou een lekker bakje koffie maken en een, uiteraard een bounty erbij. En dan de boodschappen opruimen en delen tussen Jan en mij. Ja. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot straks! Doei doei! Ja, lieve vrienden, wij hebben het eten voor ons neus. Ja! Een stukje vlees van gisteren nog uit het restaurant. Ook heeft Jan daar natuurlijk een stukje van. Ja, ja, zien jullie het? Ik weet niet waar ik wijs. Ja, ja. Patat, hij heeft meer dan ik. Want ik ben niet... ben nog vol van gisteren. Maar dat doet er niet toe. Op de patat gaat deze kruiden. Patatkruiden. Maar er gaat ook marjolein doorheen. Heerlijk geniet is dat. Dan hebben we nog een salade. Van gisteren. We zullen hem even openen. Hij moet toch open, ja toch? Ja. Met een dichte bak beginnen we niks. Nee. Dan moet hij even open willen. Zo, dan deksel ik even de keuken in. Kijk, een bakje salade. Maar wat hebben we nog meer in de aanbieding? Lekkere, heerlijke olijven. Ik zal jullie vertellen, vroeger lustte ik het niet hoor. Nee. Kunnen jullie het zien? Ja, hè? Ja. Dat lusten wij vroeger niet. Nee. Vorig jaar lustte ik het nog niet. Maar vorig jaar ben ik het wel beginnen te leren. En ik vind het nou overheerlijk. Ja. Zoals Karin, die lustte het ook niet. Maar nou dat ze met die olijvenbar samenwerkt, lusten ze nou wel. Je kunt ze ook op verschillende manieren klaarmaken, maar dat moet je allemaal maar weten. Maar ik zeg, smakelijk eten. Ja, wij gaan eten, ja, toch Jan? Zeker. Want ja, Jan die moet ook weer op tijd naar huis met de trein. Dus ja, daarom eten wij vroeger. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ervan. En een fijne avond, een liefdevolle avond. Verlaat er wel trusten, lekker slapen met mooie dromen. En uiteraard weer gezond op. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Of niet dan Jan? Ja, zeker, voor mij ook de groeten. Dat ik zou zeggen. Doei doei! Doei. Doei.